Het lijkt erop dat de storm rondom de gedragingen van Bert Huisjes, de omroepbaas van WNL, nog lang niet is gaan liggen. Met een groeiend aantal, voormalige, medewerkers die zich uitspreken tegen zijn vermeende wangedrag, inclusief gerenommeerde televisiepersoonlijkheden zoals Eva Jinek, Leonie Terbraak, Merel Westrik en Roos Mogré, blijft de kwestie onderwerp van hevige discussie. Roos Mogré, die zelf heeft ervaren wat zij beschrijft als zwangerschapsdiscriminatie bij WNL... Heeft haar ongenoegen geuit over de verdediging van huisjes door collega-presentatoren Sven Kokkelman en Rick Nieman. Ze voelt zich gesteund door een groot aantal andere vrouwen en jongere collega's die mogelijk slachtoffer zijn geworden van een omgeving die, volgens critici, gekenmerkt wordt door een Old Boys Network. In een recent optreden in de talkshow Sophie en Jeroen benadrukte Roos dat haar bezwaren niet alleen gericht zijn op de individuen die huisjes verdedigen, maar op de bredere kwestie van rechtvaardigheid en veiligheid voor alle werknemers. Met name degene die zich in een kwetsbare positie bevinden met een hypotheek, een kinderwens en een toekomst in de journalistiek. Het gebrek aan interne mechanismen voor feedback en klachten bij WNL, zoals Roos heeft benadrukt, werpt een schaduw op de beweringen van huisjes dat zijn deur altijd open staat voor constructieve kritiek. Haar cynisme over deze beweringen is duidelijk, en ze wijst op haar eigen ervaringen waarin ze geen gehoor vond voor haar bezwaren. Fonds van Westerloos reactie, waarin hij de klagers afdeed als doetjes, heeft de situatie alleen maar verder verhit? Roos heeft zijn opmerkingen bespot en stelt dat dergelijke denigrerende opmerkingen niet bijdragen aan het oplossen van de problemen binnen de WNL-top. De beschuldigingen van pesterijen, intimidatie en zwangerschapsdiscriminatie blijven een centraal punt van discussie met Arjen Lubach die zich spottend uitlaat over het onvermogen van Rick en Sven om deze problemen op te merken. Zijn sarcastische toon benadrukt de schijnbare kloof tussen degenen die de ervaringen van de klagers serieus nemen en degenen die ervoor kiezen deze te bagatelliseren. Al met al lijkt de kwestie rondom Bert Huisjes en omroep WNL verre van opgelost te zijn. En de getuigenissen van Roos Mogré en andere betrokkenen zullen waarschijnlijk blijven bijdragen aan een grotere discussie over machtsmisbruik en veiligheid op de werkvloer binnen de Nederlandse omroepindustrie.